Wegenwerken zorgen op lange termijn voor vlotter en veiliger verkeer. Maar daar staan tijdelijke omleidingen en doorbroken wegen aan tegenover. Om de hinder voor de inwoners van Dendermonde te beperken, heeft de website van de stad een nieuwe banner. Eén simpele muisklik op de banner geeft je een overzicht van alle huidige wegenwerken en verkeersmaatregelen. Wel, we willen eigenlijk onze inwoners zoveel mogelijk informatie geven over de activiteiten die op de openbare weg gaan en ook over de verschillende werven die op ons grondgebied plaatsvinden. Hiermee willen we trachten te vermijden dat ze hierdoor eigenlijk veel hinder hebben, maar dan vooral ook dat ze goed weten wat er net gaat gebeuren op de openbare weg, dat ze er ook op kunnen voorbereiden. Een handig middel is al onze bewonersbrieven en via ons stadsmagazine, maar via de website kunnen we eigenlijk heel kort op de bal spelen en kunnen we nieuwe info daar makkelijker op plaatsen. Een klik op de banner is de snelste manier om de meest recente informatie te raadplegen, doordat alles up-to-date gehouden wordt. De banner wordt heel actueel gehouden. Als er nieuwtjes zijn over werven of als er tijdelijke verkeersmaatregelen zijn, dan plaatsen we die heel snel op onze website, zodat je eigenlijk overal op je werk of ook thuis kan kijken wat de wijzigingen zijn. Er zijn ook heel wat evenementen in Dendermonde die bepaalde straten verkeersvrij maken, zoals de kerstmarkt op 16 december. Ook hierover kan je alle informatie raadplegen. Het gaat heel ruim. Het is niet alleen de werven die erop staan, maar eigenlijk allerlei activiteiten die voor mogelijke hinder of wijzigingen zorgen op de openbare weg. Dat kan gaan van activiteiten die we zelf organiseren, bijvoorbeeld de kerstmarkt, maar het kan gaan ook van andere instanties die iets organiseren op het openbaar domein. Ook die worden online geplaatst. Benieuwd of er in jouw buurt verkeerswijzigingen plaatsvinden? Surf dan zeker naar dendermonde.be en klik op wegenwerken en verkeershinder.